Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 6 februari. Het is bewolkt in Nederland en er valt ook van tijd tot tijd regen. En die bewolking en de regen, daar houden we de komende dagen toch wel last van. Vanavond en vannacht trekt er ook weer een regengebied over. En morgen in de middag kan het dan tijdelijk eventjes wat opklaren. Maar vrijdag volgt er alweer een nieuwe storing met bewolking en regen. Ja, het winterweer hebben we dus achter ons gelaten en daarvoor in de Rauw hebben we gekregen een soort nat en zacht herfstweer. Want de temperaturen zijn wel hoog. Vanavond bijvoorbeeld is het 6 of 7 graden. Dat is niet eens de maximum temperatuur die normaal voor deze tijd is. Normaal is het zo'n 5 graden. Maar goed, het is wel bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind die waait uit het zuiden is overwegend matig. Aan zee wordt de wind geleidelijk aan weer wat steviger. Hij wordt af en toe krachtig, windkracht 6, misschien zelfs wel windkracht 7 even. Vannacht ook regenachtig weer, met temperaturen tussen de 5 en de 7 graden. Het kan zelfs kortstondig even flink gaan plensen als het koufront over gaat komen. En ook morgenochtend starten we nog met bewolking en regenachtig weer. Maar in de loop van de dag gaat dan de bewolking iets breken. En in de middag is er ook wel wat ruimte voor de zon, maar dan kunnen er ook weer een aantal buien vallen. Het wordt opnieuw zacht met 7 tot 9 graden. En de wind blijft uit de zuidwesthoek waaien. Die is matig tot krachtig. In de loop van de middag en in de avond kan er in het warre gebied een harde tot stormachtige wind komen te staan. Ook langs de noordwestkust is dat mogelijk. En bij de buien Buien die in de middag en avond kunnen vallen. is ook kans op zware windstoten. Allemaal een beetje herfstachtig zou ik willen zeggen. En dan de dagen erna. nou, dat verandert er niet zoveel. Vrijdag ook weer een bewolkte en vrij natte dag. En dat geldt ook voor de zaterdag. De temperaturen blijven wel hoog, zo'n 8 tot 10 graden. Op zondag misschien af en toe wat zon, maar ook dan buien. En dat niet alleen. Er zijn zelfs wat weermodellen die voor zondag enige tijd stormkracht zien langs het westen van het land. Het zou wel eens een onstuimige dag kunnen worden. Is nog lang niet zeker, maar we houden het wel in de gaten. En als we dan eventjes naar de lange termijn kijken, dan zien we dat in de loop van volgende week de temperaturen wel weer iets naar beneden gaan. De maximumtemperatuur blijft overigens wel ruim boven de 5 graden. De nachten worden in de loop van volgende week wel kouder en de kans op nachtvorst die neemt weer toe. Daarbij is het wel overwegend droog weer. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne woensdag.